Hoe goed heb je hem dan gekend? Hoe vaak heb je hem ontmoet, bijvoorbeeld? Hoe was jullie contact? Je zegt, Heel eerlijk zijn. Ja. Ik weet, als ik eerlijk ben, dat ik ga aangevallen worden op de sociale media en zo, waar allerlei criticasters mij een aansteller zullen vinden. Maar ik ga heel eerlijk zijn. Ik heb hem 7 keer geïnterviewd. Ik heb hem 14, 15 keer ontmoet en uitgebreid mee gepraat. Dus ook buiten interviews. Klopt dat je ooit bij hem thuis geweest bent? Maar ik zal nog verder gaan, want dit heb ik nog nooit verteld. En toch is het waar, het lijkt onwaarschijnlijk. Zeker voor fanatieke Bowie-fans. Maar het ging zo ver dat Bowie mij ooit heeft gevraagd... Ik ga terug op tournee, maak mij eens een setlist. Stuur mij een setlist van de nummers die je zou willen horen. Ik heb dat toen gedaan, 5 bladzijden, met bij elk nummer mij daarom en daarom en daarom. Ik dacht, hij zegt dat pro forma, ik ga daar nooit meer iets van horen. Ja, hij heeft mij daarover gebeld. En uitgebreid gediscussieerd en dit en dat en waarom niet en zo. Dat soort contact. Dat is een vrij behoorlijk intiem contact, mag je dan wel zeggen. Goed, blij dat we dat weten.